informatieaanvraag voor een gebruikte Nissan Qashqai die jullie aanbieden. En het doel van dit gesprek is uiteraard om een afspraak met deze klant te maken voor een showroombezoek en of een proefrit. En mocht dat niet lukken, dan is het tweede doel, het vervolgdoel van het gesprek, altijd een concrete vervolgafspraak. Piet Jansen? Goedemiddag, u spreekt met Paul de Jong van autobedrijf Bovenaan uit Arnhem. Hallo. Goedemiddag. Ik zag dat u wat informatie had aangevraagd voor de nieuwe, voor de gebruikte Qashqai. Ja, klopt ja. Klopt. Schikt het dat ik eventjes bel? Een correcte opening van een gesprek gaat inderdaad door middel van het noemen van je voornaam en je achternaam en vervolgens je bedrijfsnaam. Vervolgens geef je de aanleiding van je gesprek aan, de reden waarom je belt. En daarna vraag je inderdaad of het uitkomt dat je belt. Dat gaat in dit voorbeeld goed. Vertel, want u had een hele mooie Qashqai gezien bij ons op de website en daar wilde u de Volvo op inruilen. Ja, ik ben even benieuwd wat we daarvoor terugkrijgen, ja. Het eerste moment waarop je deze klant kan uitnodigen of moet uitnodigen voor een showroombezoek, voor een afspraak. De klant geeft aan interesse te hebben in een gebruikte Nissan Qashqai, wil zijn Volvo inruilen. En om te voorkomen dat we telefonisch al prijzen gaan benoemen, is dit het moment om deze klant uit te nodigen. Hartelijk dank voor uw interesse in de Nissan Qashqai die wij aanbieden. Wanneer heeft u tijd, wanneer schikt het u om bij ons langs te komen, zodat u onze Nissan kan bekijken en kunt beoordelen en wij uw Volvo kunnen taxeren? Wanneer zullen we een afspraak maken? En nou zit ik ondertussen even te kijken, want volgens mij hebben we voor jou al een voorstel gemaakt. Klopt dat? Heeft u die ontvangen? Ja, heb ik ontvangen. En heeft u ook al gekeken naar het voorstel? Wat vond u daarvan? Ja, was een aardig voorstel. Een mooi moment om deze klant uit te nodigen voor een bezoek. De klant geeft aan dat hij het voorstel wat jullie blijkbaar indicatief al gemaakt hebben een aardig voorstel vindt. En dan is dit het moment om tegen de klant te zeggen, hartstikke goed, fijn om te horen. Wanneer heeft u tijd om de Qashqai in levende lijve te komen bekijken en om er een proefrit mee te maken? Wanneer zullen we afspreken? Ander punt wat opvalt in dit gesprek is het tutoyeren. Tutoyeren doen we alleen als we de klant kennen en als je daar dan ook overeenstemming met elkaar over hebt. Anders nooit doen. Oké. En had u de Qashqai van dichtbij willen bekijken? Misschien wel. Moeten we nog even nadenken of het wat voor ons is. Het is niet heel erg in de buurt van Arnhem, hè? En hoe is de uiterlijke staat van de auto? Zitten er veel gebruikersporen op? Dan zou ik eventjes om me heen moeten lopen, hoor. Ik moet eerlijk zeggen, even kijken, het kenteken is het 08. Ja, volgens mij hebben ze er allemaal redelijk netjes bij staan, hoor. Even kijken waar die staat. Want de Heide, dan woont hij wel wat verder weg, inderdaad. Want dat ligt in de buurt van... Breda. Oh ja, Breda. Dan ben je zeker een uurtje aan het rijden. Ja, klopt, ja. Het gesprek is natuurlijk om een afspraak te maken. En op het moment dat je zelf al gaat aangeven dat het toch wel ver weg is en dat je toch wel een uur moet rijden, dan help je jezelf als verkopende partij daar niet mee. Wat je eigenlijk doet is dat je de klant alvast wat bezwaren in de mond legt. En dat is natuurlijk op het moment dat een afspraak maken je doel is, absoluut geen handige move. Even kijken. Ik zie hier een grijze staan. Nee, een grijze Qashqai. Ja. En u wilt graag wat hoger zitten dat u van de Volvo af wilde? Ja. Klopt. Ja, oké. Okay. Ja. Even zoeken naar de auto, hoor. Ik heb hier een grijze Qashqai. Oh, nee. Even aan mijn collega vragen waar de Qashqai is, hoor. Zal ik u anders zo meteen nog even terugbellen? Oh, dat is goed. Oké. Okay. Hoort u mij zo meteen nog eventjes? Heeft u nog andere vragen die ik meteen kan uitzoeken? Nee, zo gauw even niet. Oké. Okay. Nou, ik ga even zoeken en dan bel ik u zo even terug. Dat is goed. Oké, okay, alstublieft, hoor. Hoi. Aan het eind van dit gesprek kunnen we eigenlijk twee dingen concluderen. De allereerste en de belangrijkste is het uitblijven van de afspraak. Terwijl in dit gesprek voldoende aanleidingen geweest zijn om deze klant uit te nodigen voor een afspraak. Het tweede is de kennis, het gebrek aan kennis van de voorraad, van de betreffende voorraad en van de betreffende auto. Waardoor je dus de situaties krijgt dat je eigenlijk als verkoper geen antwoord weet op de vragen die de klant stelt en genoodzaakt ben om het een en ander te gaan uitzoeken en om terug te gaan bellen. En dat is natuurlijk wel een mooi vervolgcontact. Echter, het is het mooiste om dat in één gesprek meteen af te handelen.